De afgelopen maanden heeft de redactie van Sleutelstad onderzoek gedaan naar wat er de afgelopen 4 jaar in Leiden is gebeurd. Wat zijn de successen? Wat werd er 4 jaar geleden beloofd? En zijn die beloftes waargemaakt? De komende 2 weken heb ik elke avond een andere lijsttrekker hier aan tafel en bespreek ik met hen de successen en natuurlijk ook de mislukkingen. En met 1 doel, het helpen van het uitbrengen van een goede stem op 14, 15 en 16 maart, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En als eerste bij mij aan tafel Marcel Terlouw, goedenavond, van de nieuwe partij Klimaatactie Nu. De partij werd gisteren, precies 4 maanden geleden, opgericht, heb ik even opgezocht. En toen werd er nog gepleit voor een maximum van 2 kinderen per huishouden, verplicht zonnepanelen op alle daken die daarvoor in Leiden geschikt zijn. Maar inmiddels zijn de ideeën wat gematigd. En aan het hoofd van de nieuwe partij staat Marcel Terlouw, tot voor kort ook nog GroenLinks voor raadslid voor GroenLinks. Welkom in de studio. Dankjewel. Straks dan zit op uw plek ook nog Mitchell Wiegand Brus van de Studenten voor Leiden. Ook een nieuwe partij. Ja. We beginnen deze uitzending met 2 nieuwe partijen. Klimaatactie Nu, waar staat uw partij voor? Nou, Klimaatactie Nu is er eigenlijk opgericht om het klimaatprobleem in Leiden echt op de kaart te zetten. Kijk, alle partijen vinden op dit moment iets van het klimaat. En daar zijn we heel blij mee. Maar in de afgelopen periode hebben we gezien dat niet voor alle partijen dat ook echt heel serieus is. Want op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden die belangrijk zijn voor het klimaat, dan zijn ze niet thuis. Mm-hmm. Naast het klimaat zijn er nog een heel aantal andere dingen die belangrijk zijn. Wij vinden bijvoorbeeld ontzettend belangrijk dat mensen in buurten kunnen gaan meepraten, meedenken en meebeslissen. Dus dat plannen die de gemeente lanceert niet meer van bovenaf naar beneden worden opgelegd, zeg maar, en dat er wat participatie mogelijk is. Maar dat plannen eigenlijk ontwikkeld worden, als het een buurt aangaat bijvoorbeeld, vanuit de buurt, dat er met mensen in gesprek gegaan wordt. Dat mensen eigenlijk invloed kunnen uitoefenen op wat zij in hun omgeving willen. Ja, laten we misschien even bij dat punt blijven hangen. In de Merenwijk zijn 2 groepen mensen, eigenlijk de tegengas Merenwijk en ook de groep die zegt we moeten zo snel mogelijk van het gas af. U zegt, wij zijn voor klimaat. Moet dat het uitgangspunt zijn dat in ieder geval van het wat zijn de kaders wat u betreft waarbinnen geopereerd moet worden? Je moet natuurlijk inderdaad als gemeente altijd kaders neerzetten waarbinnen je gaat zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld voor de Merenwijk, ik weet dat er heel veel initiatieven zijn om met projecten aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfsdaken, warmtepompen, noem maar op. Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten dat niet zo snel of überhaupt misschien klopt, wel niet willen. Dat klopt. Maar ik denk dat je dus moet gaan kijken welke groepen hebben we, met iedereen in gesprek gaan. En de groep tegengas die zegt van we kunnen misschien best iets langer van het gas gebruik maken. Dat zou een mogelijkheid zijn. Kijk, ik denk niet dat we opnieuw in Groningen gas moeten gaan boren. Maar het zou best een oplossing kunnen zijn omdat de ontwikkelingen op de energiemarkt heel snel gaan. Dat je iets langer bijvoorbeeld de Uniper openhoudt. Aan de Lange Gracht, de centrale. Ja, precies. Om zeg maar die ontwikkelingen te kunnen volgen. Ja. Kijk, wij zijn niet voor hele grootschalige oplossingen, zoals de warmtelink uit Rotterdam. Wij vinden vooral dat de initiatieven die in buurten leven, dat daarnaar geluisterd moet gaan worden. En dan zitten er in de Merenwijk bij de groep Dem en de groep Tegengas. Mm-hmm. Hoewel die ook steeds meer naar elkaar toe komen wat ideeën betreft. Maar er zitten bij allebei die groepen zitten goede ideeën om naar te gaan luisteren. Om te gaan kijken hoe kunnen we het energie- en het klimaatprobleem op gaan lossen. Ik wil straks met u nog verder kijken naar het programma. Maar als ik terugblik op de afgelopen 4 jaar waar dit natuurlijk ook deze serie voor gemaakt is. Ja, ik heb u de afgelopen 4 jaar wel gezien. Toen was u raadslid voor GroenLinks. Was u het altijd eens met wat er in de gemeenteraad besloten werd? Nee. Wat u nu zegt, is ook wel, dat gaat op een heel andere manier dan wat GroenLinks zegt. Ja, dat klopt. Ik ben de laatste 2 jaar in de gemeenteraad actief geweest, omdat ik een opvolgersplek heb gekregen toen. Dat begon met het Roomburgerpark en uiteindelijk het referendum. Nou, het Roomburgerpark was een van de dingen waar ik binnen GroenLinks enorm gepleit heb om niet voor het plan te stemmen zoals het daar lag.
Nou ja, dat heeft toen geresulteerd in een aantal moties die GroenLinks uiteindelijk nog heeft ingediend om geluidsoverlast te gaan meten, om lichtoverlast te meten. Dus u zegt eigenlijk, binnen GroenLinks was u al een van de mensen die misschien tegen of een beetje dwars op de partij lag? Op een aantal punten wel, een aantal punten niet. En dat doe ik nog steeds niet. Mm-hmm. Dat is zonder meer waar. Bijvoorbeeld een project als LEED. Ja. Daar zeg ik ook van. Dat dus dat zijn de hoge woontorens langs de Willem de Zwijgelaan? Ja, goed, ja, precies. Daar is ooit een motie ingediend om daar een duurzaam gebouw van te maken. Nou, dat bleek dat het niet kon. En nu is het zover afgezwakt dat er groene stroom ingekocht gaat worden in plaats van zonnepanelen die dat gebouw gaan. Dus u was daar tegen? Ik was daar een tegenstander van. Maar u stemde voor in de gemeenteraad? Dat klopt. En dat heet fractiediscipline. Die heerst bij GroenLinks vrij sterk. En je probeert er met elkaar uit te komen. Op zich is het heel mooi om met elkaar ergens uit te proberen te komen. Maar ik heb toen met heel veel moeite heb ik voorgestemd. Ja. Maar u uiteindelijk, ja, ik wil even naar punt goed, toe. Ja. U hebt zich wel weer kandidaat gesteld voor de verkiezingslijst van GroenLinks. U was in de AOV, was het mogelijk om op u te stemmen. U kreeg uiteindelijk een vrij lage plek. En dat was voor u het moment om te zeggen, nou, dan ga ik zelf verder. Had u dan niet eerder moeten zeggen, ja, ik vind me hier niet in en ik ga voor mezelf? Nou, kijk, ik op zich wil ik de strijd wel aangaan binnen een fractie. Maar wat ook bleek, is dat aan de top van de lijst was eigenlijk geen sprake meer van diversiteit. Daar komen allemaal mensen van rond de 30, die komen in de gemeenteraad. Allemaal academisch opgeleid. De ouderen die op de lijst staan, dus de 50-plussers, zeg maar, die werden allemaal een beetje naar de achterkant van de lijst gebonjourd. Mensen die een lagere opleiding hadden, dus niet een academische opleiding, die kwamen niet voor in de top van de lijst. En dat was voor mij ook echt een reden om te zeggen van, dit gaat mij te ver, hier kan ik me echt niet mee verenigen. En toen heb ik ervoor gekozen om eruit te stappen. Ja. En dat doet u nu als de nieuwe partij Klimaatactie Nu. Als ik dan naar dat verkiezingsprogramma kijk en ik had niet geweten welke naam van welk programma erboven stond, dan dacht ik, oh, misschien lees ik wel het programma van de Partij voor de Dieren eigenlijk, wat voor mij ligt. Wat is nou het verschil met de Partij voor de Dieren, als u het zou moeten zeggen? Ja, de Partij voor de Dieren heeft toch heel erg dat als er bijvoorbeeld ingegrepen moet worden in de infrastructuur in de stad om wellicht de biodiversiteit en het groen te verbeteren, dat er echt geen bomen gekapt mogen worden. Dat is een voorbeeld. Daar zeggen wij van nou, op het moment dat het nodig is om een stad te verbeteren, want het gaat om stadsnatuur, dan zou je af en toe misschien wel wat bomen moeten weghalen. En dus je moet meer gaan kijken van wat hebben we nodig met elkaar en wat voor opofferingen zijn daarvoor nodig. En soms zijn dat ook wat bomen. Ja. Nou, maar is er op links dan, hè, of op links zal ik zo zeggen, stel je voor u haalt straks 1 of 2 zetels. De Partij voor de Dieren haalt 2, 3 zetels misschien. Zou je dan niet liever samen die 5 zetels hebben om echt een geluid te kunnen laten horen? Je kan altijd samenwerken op de punten waar je het met elkaar kan vinden. Ik denk dat wij een aanjager moeten gaan worden van al die klimaatideeën die op dit moment naar buiten komen van alle partijen, van rechts tot links. En ik denk als wij 1 of 2 zetels krijgen, misschien zelfs 3 zetels, dan kunnen wij dat gaan aanjagen. Kunnen wij de partijen daaraan gaan houden? Kunnen wij de ideeën die er leven, dat gestalte geven? Kunnen wij uit gaan werken met elkaar? En ik denk dat wij dan een hele belangrijke functie kunnen hebben in de raad. Ja. Bij de oprichting van de partij zei Jeroen Schama, die met het initiële plan kwam zelfs, we beginnen in Leiden en het is het begin van een opmars om een partij voor heel Nederland op te richten. Is dat nog steeds het doel? Nou, kijk, we zijn een beweging. Bij ons is op dit moment alles in beweging. We zijn in Leiden gestart. Op het moment dat wij in Leiden voet aan de grond krijgen, is het helemaal niet raar om rond te kijken. Er zijn in Nederland al heel veel andere klimaatpartijen. Wellicht dat we daar samenwerking mee gaan zoeken. Dat denk ik eerlijk gezegd wel. En ja, dat kan uiteindelijk misschien wel leiden tot iets landelijks. Maar het is niet het doel om in Leiden te starten en dan uiteindelijk groot landelijk te worden. We zitten in Leiden en dat is op dit moment onze focus. Ja.
De partij is heel duidelijk, heeft een kleur. De naam van de partij heeft een duidelijke kleur. Klimaatactie nu, daar heeft u al het een en ander over gezegd. Maar als ik nu op uw stem, waar gaat het dan bijvoorbeeld over als het om cultuur of om sport gaat? Hoe breed is uw programma? Ja, nou, we hebben een heel breed programma. Kijk, wij vinden bijvoorbeeld als het gaat over het sociaal domein, dat er heel erg ingezet moet worden op preventie. Op een kansrijke start, dat is dan het programma van de eerste 1000 dagen van een mensenleven. Dus je zegt eigenlijk vroeg beginnen, zorgen dat mensen niet arm worden. Precies. En wat doet u dan als mensen wel arm zijn geworden? Nou ja, goed, het armoedebeleid is in de afgelopen jaren vrij goed opgezet in Leiden. Wij vinden dat iedereen in Leiden betrokken moet worden bij de samenleving. Wij hebben een heel diverse groep kandidaten. Maar wij zijn ook echt voor diversiteit, dus iedereen, het maakt niet uit wat voor achtergrond, moet betrokken worden, moet actief betrokken worden bij de samenleving. En ook mensen die weinig inkomen hebben of op een andere manier het moeilijk hebben, die willen wij betrekken en die hebben een belangrijke plek voor ons in de stad. Zometeen komt op uw plek Michel Wiegand-Brus van de Studenten voor Leiden, een nieuwe partij. Wat zou u van hem willen weten? Nou, wat ik wel leuk vind, zij zijn heel erg voor een levendige stad. Ze willen dat de horeca wat meer ruimte krijgt. En nou ja, wij zijn eerlijk gezegd ook voor die levendige stad. Dat vind ik een heel goed plan. Aan de andere kant zeggen ze, studenten en bewoners die zitten nog wel eens met elkaar in conflict. Moeten goede afspraken gemaakt worden. Dan ben ik heel benieuwd, wat voor afspraken zouden jullie willen maken met de bewoners van de stad als studenten en studentenpartij. Om zeg maar het leven in de stad voor iedereen goed te maken. Ja. En misschien daarnaast, van zouden jullie voelen bijvoorbeeld voor het oprichten van een echte campus, bijvoorbeeld in het Bioscience Park. He, dan... Twee vragen worden het inmiddels. Nou, dit is dus eigenlijk iets wat voortvloeit uit de eerste eigenlijk vraag. De studenten een beetje uit de binnenstad, zegt u. Nou ja, of niet allemaal, absoluut niet. Maar dat zeg maar de focus gaat liggen voor het bouwen van nieuwe studentenwoningen in een campus. Ja. En dan niet een campus in het centrum, maar inderdaad een beetje aan de rand. Ja. Tot slot voor u. Over 4 jaar zit u hier hopelijk weer. Dan heeft u een raadsperiode achter de rug. Zit u weer bij mij aan tafel. Waar mag ik u dan op afrekenen? Dat ik mij heel erg hard gemaakt heb voor het klimaat in de stad. Maar vooral ook op de betrokkenheid van mensen in de stad. En voor een diverse stad. Dus dat zijn eigenlijk 3 punten die heel erg belangrijk voor ons zijn. En ja, daar mag je me volop afrekenen dan. Ja, Marcia Terlouw, de lijsttrekker van Klimaatactie Nu, dank u wel. En succes met de campagne natuurlijk. Dank je wel. En bij mij aan tafel gaat zitten Michel Wiegand-Brus. Hij is de lijsttrekker van Studenten voor Leiden. Het idee voor een partij die de studentenbelangen gaat behartigen ontstond al in 2019. En na jaren van voorbereiding is het nu eindelijk zover. Binnenkort dan maakt de lijsttrekker van de Partij voor Studenten kans op een zetel in de gemeenteraad. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Welkom Michel Wiegand-Brus. Fijn dat u er bent. Waarom was het tot nu toe nog geen studentenpartij? Ja, goeie vraag. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik kwam hier in 2018 studeren en toen wilde ik politiek actief worden. Toen was er tot mijn verbazing eigenlijk geen studentenpartij, zoals die bijvoorbeeld wel in Delft is, of in Utrecht, of in Groningen. Ja. En waar die partijen ook ontzettend succesvol zijn. Nou, in Delft zitten ze in het college, besturen ze mee. Zeker, in Delft hebben ze 6 zetels, tweede grootste partij van de stad. En ja, in Leiden was dat er nog niet. En eigenlijk gaandewijs, toen ik hier ging studeren en wat actiever in de politiek werd hier, toen merkte ik dat er wel behoefte was aan zo'n partij. En daarom hebben we die opgericht. Ja. U voert campagne, ook voor de studenten die voor het eerst mogen gaan stemmen. Vaak, zeker voor de gemeenteraadsverkiezing, want 4 jaar geleden zaten ze nog op de middelbare school veelal. Hoort het stemmen bij, of hoort het inburgeren eigenlijk in Leiden niet ook bij dat je gaat uitzoeken op wat voor partijen je wilt stemmen, op welke burgerpartij je eigenlijk wilt stemmen? Want het stemmen op een studentenpartij is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk het uitstellen van het volwassen worden om je democratische gevoel te ontwikkelen, of niet? Nou, dat is wel een interessante vraag. Ik denk dat het erbij hoort, inderdaad, als je voor de Tweede Kamer stemt of voor een wat groter orgaan. Maar op lokale verkiezingen, dan komt het heel dichtbij. Dan gaat het over jouw studentenhuis, dan gaat het over jouw favoriete kroeg, gaat het over jouw studentenvereniging.
En dan is lokale politiek opeens bij je voordeur. En dan is inderdaad een studentenpartij echt een hele mooie uitkomst. Ja. Zou je ook zeggen dat bijvoorbeeld een gezinspartij, dat we die nodig zouden hebben in de stad? Nou, die zit al in de gemeenteraad. Ik denk dat het CDA de beste partij is als je zegt, dat is een gezinspartij. Ja, en als ik dan tegen mensen zeg, we krijgen in Leiden een studentenpartij, zeggen ze, maar die zit er toch al in, want we hebben D66. Ja, D66 claimt inderdaad al heel lang dat zij de studentenpartij zijn. Maar zelfs landelijk is dat al een beetje afgesleten, lokaal ook. Veel jongeren zijn echt klaar met het draaibeleid van D66. Op verkamering zijn ze in 3 jaar tijd 4 keer gedraaid. Nou, onlangs weer. Onlangs weer. Ja. En ja, kijk, dat is iets waar ik echt niet van hou. Als je als student hier voor bijvoorbeeld een korte tijd woont, dan wil je dat jouw studentenwoning of jouw leefbare stad, dat die er over 4 jaar, 5 jaar nog is. En dan wil je niet een collegepartij die continu draait op alle onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Ja. Ik heb weer op de lijst gekeken. Kijk, studenten zijn er natuurlijk van links tot rechts, van sociaal tot liberaal. Zeker. U heeft een oud-VVD-wethouder op het oog. Staat iemand op van de jonge klimaatbeweging, de nummer 2. Ja. Nummer 3 was actief bij de jongerenbeweging van D66. De nummer 4 actief bij de jongerenbeweging van de VVD. Ja. Wat is Studenten voor Leiden dan? Studenten voor Leiden is een hele pragmatische lokale partij. En dat is anders dan een partij met een hele sterke ideologie, zoals het liberalisme van de VVD of het sociaal-liberalisme van D66... Studenten voor Leiden zetten zich in voor de jongeren, de studenten en de starters van deze stad. En dat zijn studenten van alle hoeken van de stad. Je zegt het zelf al, ze komen uit allerlei verschillende bewegingen. Maar samen maken we de studentenstad Leiden. En ik denk dat dat het mooiste weergegeven wordt in onze kandidatenlijst. Ja. Maar samen maakt u ook een stad die moet beslissen over wat goed is voor mensen die bijvoorbeeld weinig geld te besteden hebben. Of mensen Zeker. Die moeten sporten. Ja. En nou kan ik me voorstellen dat iemand die meer liberaal gedachtegoed heeft bij u op de lijst, daar heel anders over denkt dan iemand die misschien uit de SP-hoek afkomstig is. Ja, klopt. Maar daarom hebben we een programma geschreven met de hele groep. Iedereen heeft inspraak gehad op het programma. En dat programma is eigenlijk heel duidelijk, heel breed op alle thema's die we de komende 4 jaar, waar we de komende 4 jaar ons voor willen inzetten. En die gaat dus ook over de kaders die wij stellen op bijvoorbeeld een minimabeleid of bijvoorbeeld sportbeleid. Wat we al even hebben gezien in het sportdebat ook. Mm-hmm. Dus daar zijn we heel eenduidig op en daar staat de hele lijst natuurlijk achter. Ja. Nou, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat, bijvoorbeeld als we naar de oudere partij kijken, dat is eigenlijk een vergelijkbare samensmelting van verschillende ideologieën, waarin je de VVD en de CDA en de D66 samen oudere beleid zag maken. Mm-hmm. Nou, het is geen verrassing dat de oudere partij elke keer niet haalt. Ja. Hoe gaat u dat voorkomen? Nou, wij willen echt inzetten dat jongeren het eigenlijk normaal gaan vinden om op SVL te gaan stemmen. Bij STIP in Delft zie je dat al. Daar ga je met je hele studentenhuis, met je hele groep jongeren, ga je naar de stembus en dan stem je STIP. Dat willen we in Leiden ook bij SVL creëren. Dat het normaal wordt om op iemand te stemmen die dicht bij jou staat. Als je stemt op de lijsttrekker van SVL, dat ben ik in dit geval, die kom je die ook tegen in de kroeg of op de studentenvereniging. En dan kan je hem even aan zijn jasje trekken en zeggen, goh, maar hoe zit dat nou in de gemeenteraad? Dus dat is het eigenlijk voor de identiteit meer dan voor een bepaalde ideologie? Oh. Ja, ja. Ja, zeker. En we willen namelijk dat jongeren veel actiever gaan participeren in de politiek. En iets wat echt significant weinig gebeurt. Op gemeentelijk niveau gaat maar 42% van de jongeren stemmen. Dat is echt heel weinig. En we hopen dat met een partij als SVL dat het wat enthousiaster gaat komen. Dat jongeren ook echt gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Afgelopen tijd deed ik ook onderzoek naar wijkverenigingen in de stad. Dat is een ander project dat ik gedaan heb. Daar sprak ik studenten op de Lange Brug in verschillende studentenhuizen. En toen ik hen vroeg, zou je meer betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de wijk? Toen zeiden ze, nou, ik voel me eigenlijk te gast in deze straat. Ja. Ik ben student, er wonen hier mensen die hier veel langer moeten wonen dan ik. Ja. Dus ik laat het wijk, of het wijkbeleid en wat er nou echt gaat gebeuren, daar wil ik me niet te veel in mengen, want er zijn mensen die daar veel meer over te zeggen hebben. Ja. Wat zegt u dan tegen hen? Ah, ik vind dat eigenlijk naïef. Als student woon je hier misschien maar 1 of 4 jaar. Maar heb je echt wel wat te zeggen over je straat of over je wijk? Want na jou komen nog een heleboel andere jongeren of studenten die daar komen wonen. En die willen natuurlijk ook een leefbare wijk. Ik heb afgelopen tijd ook met heel veel wijkverenigingen gesproken. En die zijn over het algemeen erg enthousiast dat wij mee gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat ze dan eindelijk iemand hebben vanuit de studenten waar ze dan mee kunnen spreken. Ik sprak één voorzitter van een wijkvereniging uit de Mors. En die zei, ik spreek ook actief met studentenhuizen, met jongeren over wat we met de wijk kunnen verbeteren. Ik vind dat een ontzettend goed voorbeeld.
Want samen maken we deze stad en ik denk dat we vooral ook als studenten best een stapje naar voren mogen doen en zeggen wij gaan meepraten. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen die studenten die moeten eerder een stapje naar achter doen, want we hebben al zoveel overlast van die jongeren die lallend over straat lopen. Ja, dat vind ik eigenlijk altijd een beetje een triest beeld. Kijk, natuurlijk zijn jongeren over het algemeen, kunnen ze overlast veroorzaken. En ik weet zelf ook, ik ben ook jong, ik loop ook af en toe wel eens met een biertje over straat, wat niet de bedoeling is. Maar ik denk dat wij als studenten ook best een grote opgave hebben om met die, de ouderen van de stad, zeg maar, echt met hun in gesprek te gaan. Van hoe kunnen we samen deze stad leefbaar maken? Ja, als het over leefbaarheid gaat, en dan pak ik even een stukje van uw verkiezingsprogramma erbij. Dan heeft u het ook over de veiligheid in de stad. U wilt groot verkeer uit de binnenstad weren. Nou, ik heb het onder meer over de Breestraat. De bussen van Leiden naar Zoetermeer, die moeten uit de Breestraat weg. Ja. Dat werd met veel bombarie aangekondigd. We hebben een plan voor de Breestraat. Ja. Maar dat plan dat ligt er natuurlijk al jaren, want de centrumroute wordt op dit moment aangelegd en die bussen gaan al om de stad in rijden. Wat doet dit dan in uw verkiezingsprogramma? Nou, het staat in ons verkiezingsprogramma omdat we echt nog steeds de nadruk willen leggen op dit plan. Want we zien dus dat bijvoorbeeld een D66 best wel makkelijk draait op heel veel plannen. En als wij de gemeenteraad ingaan, dan gaan wij echt hameren dat dit ook echt gaat gebeuren. Ja, maar het gebeurt al, want op dit moment is de Lange Gracht ligt op de schop. Ja. Binnenkort dan is er gewoon een route en daar rijdt die bus overheen. De dienstregeling wordt er al op aangepast. Wat wilt u dan nog meer bereiken met die streekbussen die niet meer door de Breestraat gaan rijden? Nou ja, de streekbussen gaan echt nog wel door de Breestraat rijden. Wij willen ze eigenlijk zoveel mogelijk van de Breestraat af. We willen eigenlijk over het algemeen de Breestraat zo busvrij maken als dat kan. De plan Bree, zoals wij inderdaad aankondigden voor ons plan, is veel uitvoeriger dan de centrumroute. Het gaat namelijk over het versmallen van de weg op de Breestraat, veel meer groen op de Breestraat, mogelijkheid voor ondernemers om wat meer op de stoep te doen. Echt voetganger en fietser centraal en dat busverkeer echt zoveel mogelijk van de Breestraat af. Daarom staat dit in ons programma. Had u zich gerealiseerd dat die centrumroute er al was toen u dit schreef? Ja, zeker. Dat is bewust ook in het programma gezet. Maar waarom heeft u het dan over die streekbus die al over de centrumroute gaat rijden? Nou, omdat die streekbus, wat ik al zeg, ik wil echt het college kunnen bevragen als wij in de gemeenteraad zitten, dat het ook echt gebeurt. Ik wil niet zwabberbeleid waarin we gaan nadenken over, kunnen we het eigenlijk nog een keertje terugdraaien? Dan komt er weer misschien wel een referendum dat de streekbus terug moet komen. En daarom staat het in ons programma. Omdat we echt duidelijk willen hebben dat dit iets is waar wij ons voor willen inzetten. Ja. U had het ook over verkamering net, voor u een belangrijk punt. En u schreef daarover in uw verkiezingsprogramma. U vindt dat de Leiden eigenlijk de studenten die op straat zijn komen te staan excuses moet maken. Zeker. En ook moet compenseren voor het leed dat zij geleden hebben, omdat zij uit hun studentenhuis zijn gezet. Ja. Tegelijkertijd hebben we in Nederland ook zoiets als huurrecht. Als je ergens woont, dan hoef je niet op straat te laten zetten. En als je dat wel doet, dan is er een huurteam. Ja. Waarom legt u dan de bal bij de gemeente in dit geval en niet bij de studenten of bij de, misschien nog belangrijker, de huiseigenaren? Nou, de bal leg ik bij de gemeente, omdat de huiseigenaren het gemeentebeleid hebben aangegrepen, het verkameringsbeleid, om die studenten dus op straat te zetten. Dus met het verkameringsbeleid in de hand gingen ze tegen die studenten zeggen, jullie moeten hier eigenlijk weg, hoe graag ik jullie hier ook wil houden. Want wat we zien is dit voorbeelden van huisbazen die dus tegen hun studenten zeggen, jullie mogen hier in principe wat mij betreft gewoon blijven wonen, maar het mag dus niet meer van de gemeente. En op het moment dat de gemeente gaat handhaven, kan ik een dikke boete verwachten en daar heb ik gewoon geen zin in. Dus maar eigenlijk vind moet ik u dan niet bij die huisbazen langs en zeggen, u zet studenten onder druk op oneigenlijke gronden? Nee, de studenten worden onder druk gezet door de gemeente zelf. De gemeente heeft het verkameringsbeleid gemaakt met het oog op de leefbaarheid in de stad, iets wat dus eigenlijk niet wettelijk was. Die leefbaarheid in de stad, die moeten we aanpakken volgens de gemeente. Daar ben ik het mee eens, maar dat betekent niet dat we studentenhuizen moeten gaan sluiten. Wat dus nu wel gebeurd is, tegen de zin in van die huisbazen. Dus die huisbazen zitten eigenlijk ook een beetje tussen wal en schip. Want die willen enerzijds het beste voor de studenten en anderzijds moeten ze van de gemeente hun studentenhuis sluiten. Ja, maar dat pand hoeft niet weg. Ze kunnen daar, die vastgoed is niet weg. Ze kunnen daar meer gaan verdienen door de appartementen in te maken straks. Ja. En we hebben in Nederland echt zoiets als huurrecht, waarbij een student kan zeggen, beste huisbaas, fijn dat u mij weg wilt hebben, maar hoeveel heeft u ervoor over? Ja, maar de huisbaas, wat je zegt, die wil dan appartementen inzetten, maar dan zet hij er appartementen in voor 4.000 euro per maand, waar wij als jongeren niet bij komen. Dus het gaat hier echt wel om een wisselwerking tussen
gemeente en de huisbazen en de studenten. En die wisselwerking die is nu compleet alle balans verloren. En daar willen we echt werk van gaan maken in de gemeenteraad. Ja, dus u zegt de gemeente die moet aansprakelijk gehouden worden voor de manier waarop vastgoedeigenaren met hun vastgoed omgaan en niet de vastgoedeigenaren. Nee, de regels waarop de gemeente stelt dat die vastgoedeigenaren met hun vastgoed opgaan. Want wij willen best wel verkameringsbeleid instemmen als het gaat om het verduurzamen van dit soort panden, om het geluidsdicht maken van dit soort panden. Maar niet tegen die huisbazen zeggen, leuk dat je studenten in je huis hebt, maar dat mag eigenlijk niet, want ze zijn eigenlijk alleen maar overlast. Wat bijvoorbeeld partijen als PvdA en GroenLinks actief roepen nu in de gemeenteraad. U hebt ook een vraag gekregen van Marcia Terlouw. Die is benieuwd wat voor afspraken u wilt maken tussen de studenten en de vaste bewoners, om maar zo te zeggen, van de stad, om het inderdaad leefbaar te maken. Ja, ik denk dat het vooral begint met elkaar opzoeken. Want het voorbeeld wat je net al noemde van studenten die denken, ja, eigenlijk woon hier maar een paar jaar, waarom zou ik mee gaan praten? Nee, daar moeten we vanaf. Ik denk dat we echt in gesprek moeten gaan met de bewoners van de stad. Vooral tegen hun zeggen, we zijn er, we willen met jullie meepraten, want ook wij weten dat we af en toe overlast zijn. Maar dan willen we wel duidelijk met elkaar in overleg. Van kunnen we die overlast dan een keertje beperken? Kunnen we goed contact houden? Ik denk, als je goed contact hebt, dan heeft het halve werk al gedaan. Ja, en wat voor afspraken moeten daarvoor gemaakt worden? Vaste afspraken, vaste momenten? Ik denk het wel. Ik denk bijvoorbeeld in de wijkvereniging, als je daar veel meer jongeren bij betrekt, dan krijg je echt al een overlegplatform tussen misschien de overlastgevende jongeren van de wijk en de wat ouderen van de wijk die wat meer rust willen. Die dan gewoon echt bijvoorbeeld maandelijks met elkaar kunnen spreken over, goh, gaat het wel goed in de wijk? Ja. En als we daarmee beginnen, dan kunnen we echt wel flinke stappen zetten. Er was nog een kleine vervolgvraag. Zou u voor een campus buiten de stad zijn, om ook studenten misschien buiten de stad ergens ruimte te geven om te studeren? Ja, die is er al, de Lammerschans campus. En dat is een ontzettend mooie campus. Ik had er graag wat meer fusies in de studentenhuizen gezien. Want dat is ook een mooi plan van ons programma. Maar een campus buiten de binnenstad, ja, we moeten de hoogte in. En dat kan alleen maar buiten de binnenstad. Als het gaat om huisvesting voor studenten, buiten de binnenstad is daar echt genoeg ruimte voor. Maar een campus. Genoeg ruimte, zegt u? Nou, ik denk het wel als we de hoogte meerekenen. Dus als u straks in de gemeenteraad zit, dan denk ik niet dat er iemand is die met u eens zal zijn dat er genoeg ruimte is om te bouwen. Nee, jij doelt op oppervlakte. Ik bedoel, sorry. Jij doelt op oppervlakte. Ik bedoel de lucht. We moeten echt flink de lucht inbouwen als we flink wat studenten willen huisvesten. Het kan in Den Haag, waarom kan het in Leiden niet? Ja. Maar een campus voor onderwijs. Ja, ik vind de Bioscience Campus een ontzettend mooie onderwijscampus. Maar de Humanities Campus hoort wat mij betreft gewoon in de binnenstad, net als de rechtercampus. Ja. Morgen dan zit op uw plek Pritirana van Leiden Participeert. Ja. Niet helemaal een nieuwe partij, wel een beetje een van de drie nieuwe partijen. Wat zou u van haar willen weten? Nou, hun partij heet Leiden Participeert en ik heb bij haar gevraagd van, maar kan je dan lid worden van die partij? Kan je participeren bij de partij? Maar dat kan niet. Dus ik vraag me af, als je best wel met wat bombari aankondigt dat je participatie in het allerhoogste vaandel hebt, waarom kan dat dan niet al bij de partij zelf? Ja. Dat ga ik haar morgen voorleggen. Tot slot voor u, waar mag ik u over 4 jaar op afrekenen? Nou, over 4 jaar mag je me afrekenen op, hebben wij ons best gedaan om het programma na te leven? Hebben we echt die studenten betrokken? Hebben we studenten en inwoners van de stad dichter tot elkaar gebracht? Dat zijn echt thema's waar ik me de komende 4 jaar voor inzet. Dank u wel, Mitchell Wiegand-Brust, de lijsttrekker van de nieuwe partij Studenten voor Leiden. Deze aflevering wordt nog 24 uur herhaald op Sleutelstad TV. Is daarna ook terug te kijken online. En morgen om 8 uur dan zit ik hier weer dan met Pretty Rana van Leiden Participeert.